vanuit de Kraton te Solo, waar het stoffelijk overschot van een overleden Suzuhunan van Surakarta is opgebaard, vormt zich in de vroege morgen de 2,5 kilometer lange lijkstoet. De stoet wordt geopend door inheemse functionarissen en ambtenaren, gekleed in de uniform van het speciale militaire korps van de Suzuhunan. Voorafgegaan door de troepen van het Nederlands-Indische leger, worden in de stoet de auto en de koets van de overleden vorst meegevoerd. Hofdienaren dragen een gouden troon en de rijksieraden in wit laken gewikkeld. Per speciaal hiervoor ingericht rouwrijtuig wordt het stoffelijk overschot naar Kota Gede vervoerd. Bij de begraafplaats Imogiri, de berg der nevelen, een heilige plaats die niet door blanken betreden mag worden, wordt het stoffelijk overschot van Paco Buono de Tiende naar de graftempel op de heuvel gedragen. Thank you.
Sunday.